Vandaag ga ik vals spelen in een bouwchallenge tegen Robin. Zijn muur is geel, maar die van mij onzichtbaar. Gaat hij mij doorhebben of kan ik hem lang genoeg trollen? Vergeet zeker niet te abonneren. We gaan voor 3000 likes. Robin. Ja? Heb jij enig idee wat wij gaan doen? Nee. Het is iets wat bekend is bij jou, alleen de arena ziet er net iets anders uit. Maar daar moet je niet op letten. Dat is niet belangrijk, oké? Okay? Nee, oké. Okay. Vandaag gaan wij een bull battle tegen elkaar doen. En ik ga nog niet helemaal uitleggen hoe en wat. Maar de bedoeling eerst is dat we allebei twee of één dier maken. En ik leg later uit waarom, oké? Okay? Jij maakt een dier hier, ik maak een dier aan mijn kant. Hier, je kan gewoon zien aan mijn kant hier, zo. Hetzelfde als jouw kant. Dan mag je even wat checken als je wilt. Vertrouw je het wel? Nee, ik vertrouw het wel. Je vertrouwt het wel? Ja. Oké, okay, prima. We gaan een dier maken. Jij moet een dier kiezen, ik moet een dier kiezen. En dan gaan we daarna met die twee dieren gaan we verder, oké? Okay? Jij hebt een dier gekozen? Ja, ik ben de blokken aan het verzamelen. Je bent de blokken aan het verzamelen. Dan heb ik mijn dier ook gekozen. Dan hebben we allebei 5 minuten de tijd om iets te bouwen. En dan ga ik mij muten, zodat ik gewoon in geheim mijn dier kan bouwen. En dan kan jij ook in alle rust jouw diertje bouwen, oké? Okay? Oké, okay, 5 minuten zei je, hè? 5 minuten, ja. Prima. Oké, okay, 3, 2, 1. Tot zo, Robin. Oké, okay, jongens, Robin hoort mij nu niet, maar wij kunnen nu letterlijk gewoon... kunnen we... Nou, pauw. We kunnen gaan doen wat we willen. En hij denkt dat we natuurlijk ons eigen dier bouwen. Maar het doel dat ik heb is om gewoon precies hetzelfde dier als hem te bouwen. Zodat hij na afloop zo verward is en geen idee heeft van hoe het kan dat ik hetzelfde dier gebouwd heb. En dan ga ik een beetje meespelen, weet je. Dan ga ik tegen hem ook zeggen van, huh, hoezo hebben we hetzelfde dier? Hoe kan dat nou, weet je? En dat is een beetje mijn doel. Dat is het doel wat ik hiermee wil creëren. Dus laten we kijken, wat bouwt hij? Wat is dit? Wat voor dier is dit, hé? Wat bouw jij, Robin? Wat voor raar eend ga jij maken of zo? Oké, wacht. En dan moet ik hier moet hij omhoog. Zo. En wat is dat? Dat is ook weer concreet. Maar wat voor concreet is dat? Rode of bruine? Wat is dat? Dat is bruine concreet, hè? Ja, dat is bruine concreet. Wat is hij snel? Doe eens rustig aan, Robin. Doe eens rustig aan. Hier, zo. Kijk, we gaan precies hetzelfde bouwen. Oh mijn god, dit is zo grappig. Ik ben zo benieuwd naar zijn reactie. Als hij doorheeft dat ik hem gewoon 1 op 1 heb nagebouwd. Maar misschien moet ik hem toch een beetje anders maken in de afloop. Dat ik dan detailleer werk. Kijk hier, het leuke is, ik kan, als ik wil, kan ik zo doen. En dan kan ik nog meer zien. Oh mijn god. Maar ik hoop niet dat hij de dinges hoort. De itemframes die ik weghaal. Nou, misschien denkt hij dat het bij mijn bouwwerk hoort. Gast Robin, wat ga jij snel? Wat ga jij snel? Wat bouw jij voor eend? Ho, 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 ho. Terracotta zie ik hier. Ik zie terracotta gebruikt worden. Daarna zie ik green concrete wordt hier gebruikt. Zo. Vervolgens hier gaat het weer zo. Oh, maar deze Robin, doe eens rustig aan. Jij madman. Wat ga jij snel met bouwen, hé? Ik kan het hoofdje ook niet meer zien. Ik kan het hoofdje niet meer zien. Zo. Oh mijn god, het is echt een prachtige eend. Het is... Oké, okay, laten we eerst gewoon helemaal nabouwen. En daarna gaan we ons wel zorgen maken over de dinges. Ja, de dinges, snappen jullie? Dat hij net iets anders eruit ziet, weet je? Oké, okay, zo. Hij lijkt er nu al behoorlijk op. In dit geval. Nog net iets anders, nog net niet helemaal kloppend. Maar het lijkt erop. Kijk, hij lijkt er wel goed op, hè? Ik denk dat ik wel tevreden ben op deze manier. Laten we het lichaampje gewoon even zelf afmaken van achter op deze manier. En dan zwart aan, of bruin weer aan de onderkant. Zo. Oké, okay, dan hebben we het eentje op deze manier. Oh, kijk, hij maakt hem nog een beetje anders, zie je? Ja, dat is te lang, Robin. Dat is te lang. Korter, goed zo. Oké, okay, wacht. We gaan hem een beetje zelf nu customizen. Dat hij toch... Ik wil hem anders hebben. Om de verwarring te behouden. Ik wil de verwarring goed behouden. Mijn is wel echt lelijker. Mijn is voor some reason echt een stuk lelijker. Heeft hij dit van een plaatje van het internet? Dan ga ik gewoon beweren dat ik deze van een plaatje heb nagebouwd. En dat hij daarom er een beetje op lijkt. Maar dat ik hem zelf heb aangepast. Dus dat doen we ook met veel lichter groen doen we het. Zeg ik, ik wil het echt anders hebben. En aan de achterkantjes hier doen we weg. Door een beetje een iets minder vierkant hoofdje te geven. Ik had niet geweten dat valspelers zo leuk kon zijn. Laten wij hem dan ook gele voetjes geven. We geven hem gele voetjes, jongens. Ik denk dat dit wel goed is. Ja, hij lijkt er een... het is een basically 1 op 1. En hij is al klaar. Robin is al klaar. Oké, okay, wacht. Ik ga me unmuten en zeggen dat ik ready ben. Robin, de tijd zit erop. Hé? Hey? Oké. Okay. De tijd zit erop. Ik heb... ik moet toegeven, ik heb eentje van het internet. Heb ik gedaan. Omdat... ik wilde wat maken, maar het lukte niet helemaal. Dus toen had ik gewoon een plaatje opgezocht. Hij is best groot. En ik heb wat andere soort blokken gebruikt. Eerlijk gezegd, denk ik dat ik hem ook nog een beetje aanpas. Ja, zo vind ik hem leuk. Zo vind ik hem eigenlijk wel leuker. Dus als je ready bent... Ik ben namelijk eigenlijk wel zo goed als ready. Oeh, wacht, mag ik de laatste details nog even toevoegen? Nee, vind ik eigenlijk niet. Voor de tijd op zit. Hoezo niet? Nee, vind ik niet. Maar Robin. Nee. Te laat, ik ben allemaal details aan toevoegen. Ik ben allemaal mooie details aan toevoegen. Oké. Okay. Wacht, kijk. Zo. Ik heb er een babytje bij gedaan. Een heel klein babytje. Maar hij is een beetje mislukt, mijn babytje. Maar okay. Dit is het babytje.
Oké, okay, ben je ready om te kijken en door te gaan naar het volgende gedeelte van onze video? Oké, okay? Ja. Ik ga eerst... Ja, weet je, kom maar. We gaan omrijden. 3, 2, 1. Nee! Jij hebt gespiekt. Jij hebt 100% gespiekt. Twee stil, Robin. Loop naar het ei. Wat staat er bij het ei? Ik heb je door! Nee! Hoezo heb je me door? 100%. Hoezo? Hoe had je het door? En wat had je door? Hoezo? Wat heb ik gedaan? Dit babytje even slopen? Nee. Dit babytje mag je niet slopen. Hoezo heb je me door? Okay. Er is niks aan de hand. Vertrouw me. Maar hoezo heb jij hetzelfde gebouwd als ik? Ik kan het niet eens, sorry. Dat is te slecht. Wanneer had je het door? Toen ik itemframes hoorde. Wat dacht je? Ik had daar niet over nagedacht, over de itemframes. Hier, ik heb gespeed. Ik dacht misschien dat ik het gewoon lang genoeg of gewoon casual speel. Maar ik heb hem te 1-op-1 gekopieerd. Ik had misschien een ander soort eend moeten maken. Om het andere kleur misschien. En een kleiner of andere kant op. Maar hij is wel... Wat vond je ervan? Nou, deze heeft wel echt een zielig snaveltje. Dat is wel... Ja, hij is wat kleiner, maar ik... Het is meer een beetje een papegaaienhoofd. Mijn heeft een ronder hoofdje, die van mij. Ja, ik wilde hem een beetje aanpassen, zodat hij anders leek. Maar dat ei, ik heb je door. Oh, man. Ah, heel goed. Nou, laten we dan maar doorgaan naar de volgende ronde. Robin? Ja? We gaan een tweede ronde doen en deze keer ga ik echt niet vals spelen. Want ik heb ook geen vals speelmanier meer. Ik had niet bedacht dat jij het zo snel door zou hebben. Ja, had dus dan een andere Minecraft noob gepakt. Is, we gaan gewoon iets bouwen en weer een dier. Alweer? We gaan weer een dier bouwen, ja. Maar je hebt nu een minuut de tijd. En na een minuut gaan we ruilen van plek. En dan moeten we verder bouwen aan elkaars dier. Een minuut, ja. En daarna weer een minuut, oké? Okay? En dan gaan we kijken of wij elkaars dier goed af kunnen maken. Oké. Okay. Akkoord? Akkoord. Akkoord, oké. Okay, doe jij de glazen muur maar... Nou, deze snel. En dan zeg ik in 3, in 2, in 1, start. Start, Robin. We gaan niet vals spelen deze keer. En ik heb al een heel leuk dier in gedachten. Maar ik weet dat ik maar een minuut de tijd heb om dit gewoon succesvol te maken. En ik denk dat deze wel heel leuk gaat zijn op deze manier. Als je nou weer hetzelfde hebt, dan word ik boos. Ik heb niet hetzelfde deze keer. Ik beloof het. Ik beloof dat ik deze keer niet hetzelfde heb. Hij ziet er iets anders uit. Ja, dat mag ik hopen, ja. Even kijken hoor. Mijn blokken zijn weer onzichtbaar zo. We hebben nog 30 seconden. Ik ga hem expres ook niet heel uitgebreid bouwen, zodat ik jou in heel veel verwarring achter. Ja, dat doe ik bij jou ook. Oké, okay, wacht. Zo. Meer dan dit ga ik je gewoon niet geven. Ik ben gewoon klaar. Ik ga je gewoon letterlijk niet meer dan dit geven. Oh, het ziet er zo stom uit. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. En de timer is op. Om. Man. Oké, okay, ben je ready? Komt ie, hè? Ja, dat weet ik niet. Zodra we beginnen, zodra we omgewisseld zijn van plek, dan gaat de tijd gelijk in, oké? Okay? 3, 2, 1, go. We hebben een minuut de tijd om verder te... Wat is dit? Ik weet wat dit is. Ik weet wat dit is. Ik ga proberen hem netjes verder te bouwen, hoor. Maar, oh, weet je al, weet je, een gokje? Heb je een gokje wat ik aan het bouwen was? Of... Nee, maar ja, het lijkt op een worm. Oké, okay, ik ga ook gewoon denken wat ik denk dat dit is. Waarom heb ik dan wel weer zoiets duidelijks? Ja, maar het kan het nog steeds fout hebben, toch? Of niet? Oh mijn god, wacht, ik ga helemaal verkeerd. Moeten we zo meteen ook weer aan ons eigen beeld werken? Ja, we gaan zo meteen ook weer aan ons eigen beeld werken. Dat is het ding. We hebben ook nog maar 15 seconden. Oh, ik heb dit zo verpest. Nee! Ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb zo mijn best gedaan op die. Ah, het lijkt op een boterham. Op een boterham? Ja. Hoe lijkt het op een boterham? Oh mijn god, de tijd is om. De tijd is om, Robin. Ik heb... Ik heb hem alleen wat dikker gemaakt. Ik heb mijn best gedaan met die van jou. Ik weet niet of die correct is. Daar gaan we. Oké. Oké, de minutentijd gaat verder. 3, 2, 1, start. Wat heb je gedaan? Dit is niet de bedoeling. Nee. Ik heb aan mijn kijkers ook niet laten weten wat het was trouwens. Dus ik hoop gewoon dat de kijkers horen. Jongens, laat de reacties weten als jij denkt te weten wat ik aan het maken was. Oh, maar nu lijkt het er helemaal niet meer op. Oh, ik denk dat de kijkers ook zo graag willen weten wat ik van plan was nu. Ik was helemaal vergeten te zeggen gewoon. Oh, dit gaat er toch nooit op lijken. Jongens, laat het weten de reacties. Wat is dit?
Wat is dit voor dier en wat zou het moeten worden? Wat was de originele planning? Nee, je bent echt verpest. Ik had het zo makkelijk voor mijn gevoel achtergelaten. Dat je het zo duidelijk kon weten. Ja, je kon het duidelijk weten wat dit was. Ach, hou op. Je kon echt duidelijk weten wat dit was. Misschien door mijn nieuwe toevoeging eraan dat je weet wat het is. Misschien dat je dan eindelijk door gaat hebben wat mijn meesterwerk nou wel niet had moeten zijn. Ook al hebben we nog maar 7 seconden, dan gaan we nog 1 keer ruilen van Bult. Even kijken, zou je dit door moeten hebben? De tijd is om. Nee! Het broodje is anders. Komt-ie. 3, 2, 1. We gaan nog een keer ruilen van Bult. Ja, ik wist het dat dit ging zijn. Oh, slechte keuze heb je gemaakt. Wat? Ja, ik denk dat ik het nu wel weet, maar ik weet niet hoe ik het moet afmaken. Probeer het af te maken. Probeer het. Je kan het. Je kan dit afmaken. Ik denk ook echt duidelijk te weten wat dit is. Maar ik kan dat ook nog steeds fout doen. Ja, dat moet wel. Maar nee, ik ga jouw blokkeuze verbeteren. Die jij hebt gekozen hiervoor. Ik weet namelijk een veel betere blokkeuze. Om dit echt duidelijk of goed te hebben. Zo. Hoppakee. Kijk. Waarom eindigt jouw beeld altijd mooi? En degene waar ik aan begin altijd derpy en lelijk. Altijd als ze dit doen. We hebben dit vaker gedaan. Het eindigt altijd op dezelfde manier. Ik weet het niet, Max. Hoe kan dat nou? Maar ik... Nee, hoe kan ik dit afmaken? Heb je geen idee? Oké, ik ben tevreden met die van jou. Dus ik zou zeggen, als de tijd om is, dan is het klaar, oké? Dan is de tijd om. Dan is dit gewoon afgelopen. Ja, de tijd zit erop. Stop. Stop de tijd. Laten we... Kijk, kom jij eerst maar naar deze. Dan gaan we kijken of ik hem goed heb. Kijk, dit was een goede keuze qua blok, hè? Oh, nee, 1, 2. Het is een egeltje. Het is een egeltje. Het is een egeltje. En goed, hè? Dat ik dripstone erop, dat maakt het echt egelachtig. Ja, en ik moet ook zeggen, ik was wel verbaasd door de... mushroomblocks. Ja, had ik niet verwacht. Was een goede keuze, hè? Was een beetje die bruine, die bruine keuze met je er mooi bij. Maar... Die bruine keuze. Dan gaan we nu naar mijn... Wat is dit? Wat heb je gedaan? Wat heb je toegevoegd? Ik heb geen idee. Het was een slak! Ja, ik was een slak aan het maken! Hij had letterlijk gewoon zo'n lichaampje. En dan hier weer een staartje omhoog. Hoe kon je dit fout hebben? Hoe kon je fout hebben? Sinds wanneer heeft een slak een staart? Ja, gewoon zijn uiteinde van zijn lichaam. Hier, je hoeft alleen nog maar een huisje toe te voegen. Hij had alleen nog maar een huisje nodig. Het was een slakje. Het was een slakje. En je hebt er een broodje van gemaakt. Met een neus. Met een neus. Wat is dit op zijn hoofd? Ja, waarom weet heeft hij wenkbrauwen? Dat is niet eens wenkbrauwen, hij heeft gewoon haar of zo. Oh, mijn deze. Laten we nog 1 ronde doen. Robin, ben je ready voor een nieuwe build? We hebben weer 1 minuut de tijd. Ik ga ook niet tegen de kijkers zeggen wat ik wederom ga bouwen. Dus jullie moeten ook raden wat het is. En Robin, ik wens je veel succes, want deze build gaat echt mega mooi worden. Wauw. Wow. Hey, het is groen nu. Oké, ik ga de timer klaarzetten. 3, 2, 1, go. Oké. Ik heb echt een perfecte build voor vandaag bedacht. Wat ik ga maken. Ik wens je echt veel succes. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Het is wel echt ja, een... Ja, ik jou ook. Hij ziet er heel makkelijk uit. Ik denk dat je deze bijna niet fout kan hebben. Deze build. Ja, dat denk ik wel dus. Jawel. Het ziet er zo verwarrend uit weer. Nou, trouwens. Op zich kan je deze wel... een beetje redelijk goed gaan hebben. Maar ik vraag het me af. Ik ga je wel een beetje mijn mysterie laten zoals dit. Ik ga niet meer dan dit bouwen voor je. Dan moet jij maar goed hebben wat dit is. Wacht, ik doe het zo. Dit doe ik er nog bij. Alleen dit. Deze weer. En dan die. Meer tijd heb ik ook niet, want de 8 seconden zijn om. Over 8 seconden. Die zin kwam er heel raar uit. Robin, tijd stop. Daar komt het op neer. Oké. Okay, ben je nou, ready? Ik wens jou ook heel veel succes met dit zooitje. Ja, ik heb er ook een zooitje van. Nee, deze kan jij heel goed weten. Dit ziet er wel duidelijk uit. Oké. Okay, succes. 3, 2, 1, go. Tijd gaat in. Ah, nee! Gast, jij hebt sowieso nu vals gespeeld. Dat kan niet anders. Dat jij hem vals gespeeld. Wat zou dit toch zijn? Oh, gast, hoe kan het dat we dezelfde bouwen? Wat is dit nou? Ja, maar die van mij die is schattig. Clean. Ja, die van mij is schattig. Ja, die van mij niet. Nee, die van jou is echt een hoopje strot. Ik ga een beetje Minecraft-achtig maken, wacht. Oh my days. Robin, dit kan niet. Van de video wilde. Dit is nu uitgekomen. Dat gebeurt nu gewoon. Oh, maar deze. Die van jou heeft ook echt de kleur van die guy van de Penguins van Madagascar. Stomme film. Ik denk dat wij nog nooit zo hard om een kinderfilm hebben gelachen. Ja, die was echt leuk. Zo, de tijd
te zoeken, maar ik vind hem echt leuk. Ik vind hem echt leuk geworden. Oké, ben je ready? Ik denk dat hij dan gewoon klaar is, of niet? Ik denk dat deze dan gewoon instant... Ja, maar deze kan niet meer zoveel toevoegen. Die van mij, hoe ik hem gemaakt heb. Oké, kom maar. Kom. Ik kijk eerst naar die van jou, oké? Gaan we nog... Moet het nog een keer? Ja, maar hij is al af, deze. Is die van jou af? Nee, ik heb hem een te rare vorm gegeven. Oké, wat? Mag ik zien? Nee, we gaan nog een minuut. Oké, we gaan nog één minuut dan. En dan kun je die van jou... we kunnen elkaar eigenlijk afmaken en dan is het... Oké. 3, 2, 1, go. Hoppakee. Wat heb je gedaan? Wat is dit? Wat is dit? Wat heb je gedaan? Nou, lijkt het op die van Monsters and Aliens, die octopus. Ken je die? Ja. Wat heb jij gedaan? Waarom heb je hem zo gemaakt? Nu is hij veel te raar. Nu heeft hij weer een rare vorm. Ja. Dat is niet de vorm die ik in gedacht had. Helaas. De tijd knaagt. De tijd knaagt enorm aan mij. Zo. Je lijkt net zo'n McDonald's Happy Meal octopusje nu. Wacht, waarom ziet dit er zo stom uit? Wacht, die van mij die krijgt dit erbij. Hoe kan dit? Hoe kunnen we nou dezelfde hebben? Het is echt alsof we het expres gedaan hebben. Het is echt alsof we het expres gedaan hebben. Jij had deze reactie die ik nu gaf, had jij gehoopt de eerste keer. Ja, ik had gehoopt dat je zo zou reageren. Oh, de tijd zit erop. Het is echt het anders geworden, die van mij. Wat een prullenbak. Ja. Oké, haal de dingen in het midden maar weg en maak er maar gewoon niks van. Als in, haal de Die van mij nou een... Monsters en Aliens ding genoemd, een prullenbak, een Happy Meal octopus. Er is veel mogelijkheden met die van jou. Die van mij is echt een chat geworden. Hij lijkt echt op een chat. Komt ie. Ja, wacht. Oké, kom maar. Ja. Dat is een kat. Het is echt een chat met zo'n zieke kind, weet je. Zo'n oeh. Oh, ja. Hij lijkt echt op de super chat. Dit ziet er toch niet uit. Hoe kan dit, hé? Hoe kunnen we allebei een octopus maken? Ja, dat weet ik ook niet. Nou? Trouwens, deze lijkt niet op de octopus, maar op dat stuk slijm van Monsters en Aliens. Die bedoel ik. Oh, maar ik ben wel echt heel leuk geworden, allebei. Ze zijn allebei zo anders. Dit is een of andere Japanse anime-versie. Dit is de Disney derpy-versie. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Laat even in de reacties weten. Vind jij roze of paars leuker geworden? Door nu te zeggen roze of paars, gewoon niet. Roze was leuker of paars was leuker. Robin, welke vind jij leuker van de twee? Ik denk dat ik echt oprecht... Ze hebben allebei wat. Ik vind de Giga-chat vind ik echt leuk. Puur door zijn kind zo. Het is de Giga-chat. Maar welke vind je leuker? Ja. Toch mijn prullenbakje. Je prullenbakje, prima. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Kijk nu deze video, want dit is ook een leuke random bouwvideo. Vind ik wat gewoon ook een random video zoals dit, waar een heel leuk concept wordt uitgewerkt. En dan meestal lachen, chaos en weet ik wat allemaal. Voor nu spreek je later, glaasje, tot de volgende keer. Yo!